De Fruitoflaan in Berchem krijgt een opsmukbeurt. De straat moet verkeersveiliger worden. Zo komt er een fietspad en ook de voetpaden, straatverlichting en riolering worden vernieuwd. Gevolg is wel dat er na de heraanleg nog maar één rijstrook voor wagens zal zijn. Buurtbewoners en lokale handelaars vrezen dan ook dat het verkeer, net als in Mortsel, stil zal staan. Door die vernauwingen worden de files gewoon langer. En het algemeen effect zal worden dat er meer en meer sluipverkeer in de omgeving gaat komen. Er gaat geen verkeer niet meer door kunnen. Hè? Enfin, na 4 uur begint het hier al een fil te worden nu. En er is nog niks gebeurd op de Fruitoflaan. Districtsvoorzitter Peter Raats gelooft niet dat er na de heraanleg files zullen staan in de Fruitoflaan. Er zijn voldoende verkeersstellingen gebeurd om te weten dat de capaciteit van die straat dat aan kan. Er zijn ook observaties gebeurd in functie van een parkeertelling, waarbij de parkeerstudie, zonder dat we dat gevraagd hebben, aantoont dat het tweede baanvak vandaag voornamelijk misbruikt wordt voor dubbel te parkeren en dus in essentie niet nodig is voor de doorstroming van het verkeer. De werkzaamheden starten wellicht begin volgend jaar en zullen minstens 2 jaar in beslag nemen. De winkeliers vrezen dat ze voor een zwarte periode staan. Vorig jaar is dat in november hebben ze het kruispunt alleen al eraan gelegd. En daar hebben wij maar 3 dagen ervoor een bericht van in de bus gekregen. En ja, dus konden wij er niks aan doen, ons niet op voorzien. En dat hebben wij heel sterk gevoeld in onze omzet. Dus wij willen geen tweede keer dat meemaken. Gemakkelijk zal het niet zijn, als we weten ook niet waar gaan ze beginnen, waar gaan ze eindigen. We weten totaal niet wat er gaat gebeuren. Op alle vragen die handelaren of bewoners ons hierover per mail of hoe dan ook stellen, heeft men telkens adequaat antwoord gekregen. Dus dat gesprek is nog altijd open. We hebben meneer Raad zelf hier nog nooit gezien, klinkt het. Dan moet men toch veel beter kijken. Ik sta bekend als een stratier, ook op de Fruitoflaan. Meer dan 3000 mensen ondertekenden al een petitie tegen de plannen.